twee ooievaars in Alem, die hebben een bijzondere plek gekozen om een nest te bouwen. Geen paal of hoge boom, maar bovenop dit luchtalarm. En dat is natuurlijk onhandig, aangezien die iedere maand en ook vandaag weer flink kabaal maakten. Maar ze hebben mazzel met bezorgde leerlingen van de naastgelegen school die voor ze op de bres springen. Kijk, daar bovenop dat luchtalarm zitten twee ooievaars te broeden. Maar een hele handige plek is dat niet als je je bedenkt dat er op de eerste maandag van de maand een oorverdovend luchtalarm op wordt getest. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Sint-Odrada school in Alem schreven daarom een brief naar de burgemeester. Geachte meneer de burgemeester, ik ben Leentje en ik zit op de Odrada school in Alem. De laatste tijd zitten er op de mast van het luchtalarm steeds vaker twee ooievaars, omdat ze er een nestje hebben gemaakt. Daarom zouden ik en mijn klasgenoten het erg fijn vinden als jullie de komende maanden het luchtalarm niet aanzetten in Alem. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid was wel te porren voor het verzoek. Zeker omdat de kinderen met een heel goed argument kwamen. Ik zei tegen de kinderen, je moet goede argumenten bedenken voor in je brief. En toen hebben ze gezocht en toen zagen ze dat het in Raalte ook ooit is gebeurd. Dus dat gaf hoop. Ondanks de meivakantie kwamen de kinderen vandaag wel naar school om te kijken of het luchtalarm ook echt stil bleef. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Voor de ooievaars is het te hopen dat er de komende maanden geen rampen gebeuren in Alem. Want mocht dat het geval zijn, dan laat de veiligheidsregio het alarm gewoon afgaan.